Welkom bij het Cambuurgevoel. Iedere week tonen wij u een Cambuurfanaat die zijn of haar geel-blauw hart opent en het Cambuurgevoel deelt. Vandaag met oud-Cambuurvoetballer René van Rijswijk. Hij is 44 jaar, speelde 6 seizoenen bij Cambuur en vandaag praat hij openhartig over zijn Cambuurgevoel. Ja, wat is mijn Cambuurgevoel? Jeetje mina, dat is wel gelijk een hele grote vraag eigenlijk. Omdat het van zoveel dingen afhankelijk is. Maar ik heb gewoon een heel goed gevoel bij Cambuur. Ik ben opgegroeid als Feyenoord supporter. En ik had toevallig van de week nog met een Cambuur supporter over. Ja, Cambuur is echt vanaf het moment dat ik hier ben gekomen echt in mijn hart gaan zitten. Dus ik heb een heel goed gevoel bij Cambuur. Ja. Cambuur doet mij wel wat, ja. Je zegt het is afhankelijk van verschillende factoren. Kun je er eens een paar benoemen? Waar is dat nou van afhankelijk? Nou ja, kijk. Nou, laten we eerst stellen, ik vind dat je het wel altijd moet relativeren, hoor. Ik bedoel, het is een voetbalclub en het is een deel van je leven. Het is ook een deel van mijn werkende leven. Dus in die zin is het ook wel werk voor me. Maar voetbal is ook iets wat je je hele leven al doet. Of ik in ieder geval. En altijd op straat gevoetbald en in die zin is het altijd wel belangrijk voor me geweest. En als je dan bij een club als Cambuur komt waar de beleving zo groot is en de hartstocht en dan matcht dat heel goed met je eigen gevoel bij dat spelletje. En ik ben hier natuurlijk als voetballer gekomen en dan word je ook nog eens op handen gedragen door de supporters en door de omgeving. Dat is een heel fijn gevoel. Ik heb in al die jaren de mensen bij de club leren kennen. Nou, die mensen doen je heel veel, want dat zijn allemaal lieve, leuke mensen. Dus ja, dan gaat die club echt wel wat met je doen. Heb je dat gevoel direct vanaf het begin gehad dat je zegt van joh, het was direct heel warm, heel meteen dat wij-gevoel? Dan kan ik misschien het beste het verhaal vertellen wat ik wel vaker ook verteld heb. Hoe ik hier bij Cambuur binnenkwam. Ik kwam, geloof ik, op een training bij RKC weggeplukt. Van je moet toch naar het noorden, want de clubs zijn eruit. En je moet toch maar eens gaan praten. Toen ben ik hals over kop hierheen gereden. En s'avonds laat met Rietstra zitten onderhandelen over een contract. Vrijdags heb ik nog getraind. Zaterdag hadden we een wedstrijd tegen Den Bosch. Waarin ik op de bank zat. Maar die woensdag erop was Heerenveen, Cambuur Heerenveen voor de beker. De derby. En dat was de wedstrijd waarin voor het eerst in Nederland een golden goal gescoord werd. Waardoor de wedstrijd in de verlenging beslist werd. En wij wonnen. Maar wat ik nog goed weet van die wedstrijd, is dat ik voor de warming-up naar buiten liep. En toen was de stadion al bommetje vol en ik hoorde koeien bellen en er liep zo'n hoenpapa. Zo'n orkestje liep langs het veld en het zou nog wel eens het orkestje van Piet Adema kunnen zijn geweest, onze verzorger, dat weet ik allemaal niet zo goed meer. Het Fries volkslied werd gespeeld. Maar ik kwam die tunnel uit en ik had toen al de haren recht overeind staan. En toen dacht ik, jeetje, waar ben ik? Want ik kende Cambuur helemaal niet zo goed. Maar ik dacht, waar ben ik nou? Waar heeft dat invloed op je resultaten? Nou, misschien niet direct op het resultaat. Want dan ben je ook nog afhankelijk van je tegenstander. Maar het heeft wel degelijk invloed op je voetballen. Als je je op je gemak voelt en je voelt je lekker. En je hebt het gevoel dat je goede keuzes maakt. Dan gaat je spelniveau gaat omhoog, zeker weten. Is het dan ook een soort extra druk? Zo van, als het minder gaat, je voelt dat waarschijnlijk in zo'n stadion. Je voelt dat, je hoort het aan de uitingen van het publiek. Heeft dat invloed? Ja, je kunt wel voor een groot gedeelte sluit je ervoor af, hoor. Want zeker als het in negatieve zin is. Hoe sluit je daar dan voor af? Ja, door je focus op de wedstrijd te houden. Maar het heeft natuurlijk wel invloed. Ik bedoel, je kunt moeilijk zeggen dat het geen invloed heeft. Dus als het positief is, dan laat je het ook meer toe. Dan doe je er ook echt wat mee. En als het negatief is, dan probeer je dat
ja, dan probeer je volledig de focus op die eerstvolgende bal te houden. Eerstvolgende actie, eerstvolgende moment. En dan sluit je er wel voor af. En dat, ook dat is weer afhankelijk van hoe je in je vel zit op dat moment. En of je zelf ook vindt dat het niet zo goed gaat. Of, dus dat zijn allemaal wel dingen die ook meespelen. Nu word je voor Cambuur vaak nog gevraagd voor speciale projecten die een maatschappelijk doel hebben, een maatschappelijke inzet. Waarom doe je dat zo graag? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik er goed in ben. En als je ergens goed in bent, doe je het graag. Is dat liefde voor de club of is het liefde voor het project? Nou, kijk, ik ben er ingerold via de club. Maar het gaat om de mensen waar je mee bezig bent. Dus uiteindelijk doe je het daarvoor. Uiteindelijk is het plezier wat ik aan heb, is gewoon contact maken met mensen. En of er dan Feyenoord boven staat, PSV, Ajax of Cambuur. Ja, maar gedeeltelijk is dat waar. Maar dan is het wel zo dat als je een Cambuur supporter, daar deel je dan wel een bepaald gevoel mee. Dus is het ook leuker om zo iemand vooruit te helpen, zeg maar. Als je dat enigszins kunt. En daar zit wel een gemeenschappelijk gevoel. Hè. Ik krijg veel jongens in projecten die een Cambuur hart hebben. En die het dan tegelijkertijd waarschijnlijk ook extra leuk vinden dat ze met mij te maken krijgen. Hè. Of met Lodi Rumiak, met wie ik veel samen doe. En ik vind het tegelijkertijd leuk dat zij ook dat Cambuur gevoel hebben. Dus daar zit wel dan heb je wel een extraatje, ja. En kun je dan dat Cambuurgevoel heel goed begrijpen? Want ik spreek vaak Cambuurfans die zeggen van, het zit in het bloed. Snap jij dat? Ja, ik snap het. En ik vind het soms ook tegelijkertijd een tikkeltje overdreven. Omdat, zoals ik in het begin al zei, je moet dingen ook wel kunnen relativeren. Het blijft gewoon voetbal. Vandaag win je, morgen verlies je. Dat moet je relativeren vooral, ja. Zonder je tegenstander kun je ook die wedstrijd. We zijn heel blij met de rivaliteit met Heerenveen, met DKV. En dat is prima. En zo moet het ook zijn. Maar tegelijkertijd moet je ze ook respecteren als tegenstander. Want als zij er niet waren geweest, hadden we ook niet zo'n toffe wedstrijd gehad hier afgelopen week. En dus als het te veel. Je moet dat ook weer niet te ver doortrekken, vind ik. Dat het zit in je bloed. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk hartstikke mooi. Dat mensen zo voor een club gaan en zo alles daaraan ophangen, heeft ook iets heel moois. En ik ken zat supporters bij wie ik denk van, ja, wat tof. En ik ken ook supporters bij wie ik denk van, nou, jongens, kom op. Eventjes voetjes op de vloer en er zijn ook nog andere dingen. Ja, zo kijk ik er wel tegenaan. Eigenlijk, het is. Ik geniet ervan als het op een positieve manier beleefd wordt. En ik baal er een beetje van, of baal heel erg van, als het negatieve doorweegt. Is er nog iets waarvan je zegt van, joh, dat zou ik toch nog wel graag willen? Ja, dat is zat. Ja, als ik niks meer had, dan werd het ook vrij saai, lijkt me. Nee, ja, er zijn nog zat dingen die ik wil doen. Ontzettend veel dingen, ja. Kun je eens iets noemen? Iets waarvan je zegt van, nou ja, dat, ja, als ik dat toch kan bereiken? Als ik dan kan, ik ga binnenkort trouwen, jongen, dan moet ik kijken. Hey. Geweest, hè? Dat ga ik nog doen. En ik zou nog wel wat kinderen erbij willen. En ik wil graag nog met walvissen zwemmen. En ik wil gorilla's zien en orangutans. En ik wil reizen. En ik wil, dat is allemaal privévlak? Nog even terug naar het werkvlak? Ja, maar werk en privé is bij mij niet zo heel erg gescheiden. Nee, eigenlijk ook helemaal niet. Zoals ik al zei, mijn werk is contact maken met mensen. En dat is wat ik het liefste doe. En ik ben echt niet anders als ik hier tussen de sporten sta op een wedstrijddag. Of als ik thuis op de bank zit of een boekje zit te lezen. Of, ja, nee.
daar zit niet zoveel verschil tussen. Dus op werkgebied wil ik gewoon... Kijk, dat is wel zo. Als je zegt, op werkgebied, dan zijn er wel... Ik ben wel redelijk idealistisch... idealistische inslag heb ik. Dus ik ben wel een beetje een dromer. Dus ik zou wel willen dat we met deze stad... de goede kant op gaan. Want ik geloof dat heel veel van de problematiek... waar de mensen mee kampen, die bij mij in projecten komen... dat heeft gewoon met je omgeving te maken. En met je opvoeding en met je kansen. Nou, en ik geloof dat de Club Cambuur daar een hele belangrijke rol in moet spelen. En ik geloof dat je dat in je eigen omgeving moet verzorgen. Dus al die... laten we gewoon in onze eigen wijken gewoon de dingen goed gaan doen. Laten we de stad leuk goed in gaan richten. En laten we weer naar een samenleving waarin we elkaar echt helpen. Kijk, die participatiemaatschappij zoals die nu door politiek wordt benoemd, zeg maar. Ik vraag me af of dat dan de juiste insteek is. Ik zie meer een echte participatiemaatschappij. Maar dat is iets wat in het klein moet beginnen. En dat moet je altijd in je eigen gemeenschap doen, in je eigen omgeving. Dus daar geloof ik. Ik geloof wel als ik daar met mijn werk iets aan kan toevoegen, dan vind ik dat heel tof. Ja.